of een prinses? Ja, ik hoop wel een prinses. Dat zou wel eens leuk zijn. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, maar ja, geruchten gaan dat het toch geen prinses wordt. En wanneer ben je nou een goede prinses? Ja. Als je de menigte lekker meekrijgt, toch? Ja. Als je gewoon goed praat. Als iedereen lekker enthousiast maakt. Ja. Is het niks voor jou? Nou ja, maar ze hebben mij niet gebracht. Voor volgend jaar. Volgend hier jaar, staat ze. Volgend jaar wil Annelies best wel prinses worden. Ja, waarom niet? Waarom niet? Je hebt het hele pak al aan. Je bent haast al de prins. Ja, natuurlijk. Ja, hoe heet je ook alweer? Pascal. Ja, want ik zie jou elk jaar. Je bent elk jaar echt op het podium. Ja. Een soort prins van het Kielengat. Nee, prins van Bavel. Bavel! Ah, van Bavialeland. Ja. Ja, leuk. En wie staat er daar straks als prins van het Kielengat, denk je? Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het hier hartstikke leuk om naar Breda te komen. Ik ook, want ik kom uit Totteringen en ik vind Kielengat is altijd leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk om naar Breda te komen. We moeten er, zoals elk jaar, een fantastisch feest van maken, maar het gebeurt op de straat. En dat vind ik gewoon, dan moet ik als prins ook zijn. Dus ik ga proberen echt gewoon op de straat, gedurende de dagen, heerlijk aanwezig te zijn en er gewoon één mooi groot feest van te maken. En ja, daar hoef ik niet veel van te doen, want het carnaval is al een geweldig feest. Hoppakee.